Casper is echt super stout. Moet jullie maar eens zien, zeg grappig. Casper heeft geen zin. Ja, draai maar een rondje. Dat is ook goed. Zo ja. En lopen maar. Je ook eten. Zullen ze eten als je niet kijkt? Hè, Sussie? Ja. Benji is een fritzak. Benji is een fritzak. Ja, maar kijk die buik. Maar kijk die buik. Zo dik geworden. Hé, hey, je bent een fritzak. Ja, je bent gewoon een fritzakkie. En dit is Joe. Joe die was nog in de vlog bij Feline. Hij liep toen op de Joris bij. En we konden hem toen niet vinden. En toen heeft een toerist hem meegenomen. En nu hebben wij hem een paar weekjes voor de opvang en hij gaat aanstaande donderdag vliegen. Dus we zijn bij de dierenarts geweest. Hij heeft zijn gezondheidsverklaring. Daar zijn we super blij mee. Want daarmee mag hij gaan vliegen en dan gaat hij met de KLM. En daarna zijn we bij de haringkar geweest bij de Albert Heijn. En daar hebben we 250 gulden gedoneerd gekregen. Echt super, super, super lief. En elke maand is dus een andere stichting aan de beurt. En deze maand mochten Duke van Stichting Doc en Pippi's Opvang de donatie op kunnen halen. Dus we hebben een hele leuke ochtend achter de rug. En nu ga ik Joe terugbrengen naar zijn tuin. We hebben hem vanmorgen een half ontbijtje gegeven. Want als hij in de auto moet en zo kan hij natuurlijk ziek worden. Dus ik ga hem nu de rest van zijn ontbijt geven. We'll be right back.
Fransje wil heel graag bananenbrood. Kijk, hint. Ze heeft helemaal hints, hè? En nou, een beetje naar brood met banaan. Eigenlijk een soort cake met banaan. En Sansi heeft echt heel erg veel zin in. Zie je dat? En die oogjes zijn zo lief dan. Hier zo, proef maar. Mag ik proeven? Kijk, kijk hoe ze kijkt. Vind je niet, daar kan ik geen nee zeggen. Ken je dat? Ja. Dan vind ik het zo, dan... Kijk, die houden zo hoopvol dat ze dan kijkt. En dan zeg ik, oké, okay, vooruit. Mag ik een stukje? Ja, maar dat gaat dus niet meer. Oh jee, hadden jullie het maar eerder gezegd. Kijk, deze is jou het laatste stukje. Bananenbrood. En mag het ook meteen weggooien, hè? Ja. Wie als laatste wil, moet het ook weggooien. Oh, het staat wel een mooie trailer. Wauw, hij is zo mooi. Oh, aan de achterkant, hoe hebben jullie die honden daar zo netjes neergezet? Gaaf, hè? Zo ja, stonden ze in het water. Dat deed echt ze naast gewoon, elkaar? Ja, dat deden ze echt vanzelf. Mm, ja. Het is zo lieverd, ja. Mijn vriendin, hè?